Yo lieve mensen, een leuke dag vandaag, want vandaag worden de gouden stieren uitgereikt voor de beste trainer, de beste speler, het beste talent, de topscorer en de kampioenen van de Jupiler League. Ik heb er heel veel zin in en ik ga vandaag eens vragen aan de spelers wat ze nou bijvoorbeeld het mooiste stadion vonden, wat ze het beste tenue vonden of wat ze bijvoorbeeld de slechtste opkomstmuziek vonden. Het is een derby. Dames en heren, geef hem nog een keer een hartelijk applaus. Oké, Frankie, wat is het mooiste stadion in de Jupiler League? Het mooiste stadion in de Jupiler League? Ja, Arena is toch wel. Dat is het mooiste stadion waar ik heb gespeeld. Dit moment denk ik toch wel het stadion van NAC. Ja? Als oud Willem II moet ik toch voor het stadion. Ja? Oeh, oké. NAC Breda. Ja, Radverleg, hoor ik vaak. Het stadion van NAC. Ja, Radverleg daar absoluut. En anders zou ik zeggen, de toekomst. Alles is daar geweldig, met een geweldige sfeer. Dus dat is verreweg het mooiste stadion. Dat ik een stap ga maken. En waarheen weet ik nog niet. We hebben net de ceremonie gehad. Ja. Hoe was het? Leuk. Wat was het hoogtepunt volgens jou? Het hoogtepunt was toch wel de quiz, denk ik. Het was een 1-aan-1 schakeling van hoogtepunten, dus het was gewoon gezellig. Terecht de prijswinnaar? Ja, ik denk dat je er niet omheen kan bij de meesten. Maurice Stijn is onomstreden, denk ik, als trainer. Dat is geweldig wat hij gedaan heeft met VVV. Frenkie de Jong, grootste talent, snap ik ook wel. Al met al denk ik terechte winnaars. Lelijkste tenue in de Jupiler League? Lelijkste tenue? Ik even denken hoor. Nou, ik kan er niet echt opkomen. Zo. Heb jij nog wat suggesties voor me? Het uitshirt van Achilles. Wat is dat? Weet ik. Dat is die een beetje bruin met, bruin met lelijk, oranje, ja? Die is wel lelijk, inderdaad. Okay. Daar ga ik voor die. Okay. Wat vond je nou het mooiste tenue in de Jupiler League? Welk team heeft nou het mooiste tenue? Onszelf rekenen we daar niet in natuurlijk. Nee, gewoon een ander team. Ja, ik weet het echt niet. Stagiair media van Ajax. Ja. Jij bent een vlog aan het maken. Ja. Heb je nog tips aan voor hem? Doe ik dingen goed of doe ik dingen fout? Wat vind je van mijn camera standpunt? Nee, die is prima. Ja? Je doet alles goed, alleen de vragen waren niet altijd goed. Wat voor vraag had ik moeten stellen? Ja, ik denk als je zegt het mooiste stadion, ja, kunnen we toch niet omheen dat de arena is. Dat zou je moeten weten. Oké, ja, stomme vraag. Mooiste absoluut. Shirt. Zij bij jou stage lopen, zou die dan slagen? Kijk, dat vind ik lief. Dat vind ik van fouten moet je leren. Van fouten moet je leren, absoluut. Kijk eens, ik zie twee hele blije mensen met de stier. Het eerste werkje heet Haarlem 1. Haarlem 1. Daar gaan we, jongens. Toen ik mijn vrouw opbiechtte dat ik een minnares in Amsterdam had, was zij uiteraard hevig gechoqueerd. In Amsterdam? Jullie zijn hier dus vandaag de hele dag op het gala. Ja. Is het jullie missie om ook ooit een keer een voetballer aan de haak te slaan? Het zou mooi bij komstscheid zijn in het leven. Welke positie? Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nee, mag het een linksback zijn of moet het een spits zijn? Of een tien? Nee, dat maakt allemaal niet uit. Gewoon, Links of rechtsbenig? Ja, dat maakt ook niet uit. Welke schoenmaat? Zo groot mogelijk.